hoe dat eruit ziet. Juist, kijk, er is... No! Yo, kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Cosmo Survivor World. Hier op Duffy Games. Even kijken, we gaan eerst even beginnen natuurlijk met ons loot rondje te doen. Want dat is toch belangrijk dat we elke keer doen. En bedankt voor alle... Er zijn echt heel veel reacties. Allemaal dezelfde zo'n beetje over hoe we dus... De painting of... Nee, wacht, hoe moet ik het uitleggen? Ik zie het staan aan het item frame. Moeten maken. Er zijn heel veel reacties over achtergelaten. En bedankt voor iedereen die me heeft achtergelaten. Dankjewel. Iemand dat ook kunnen doen en dan gewoon allemaal die reacties kunnen liken. Maar maakt helemaal niet uit. Zie je nog wel duidelijk. Ik weet hoe ik het moet doen. Ik moet leren in het midden doen. Of zeg ik nou al fout? Nee, ik moet één leren in het midden doen. En dan moet ik daar sticks omheen doen. Dus zo simpel is het gewoon. En dat wist ik dus niet. Maar dat weet ik nu. Dus daar kunnen we ook lekker mee bezig gaan. We gaan vandaag natuurlijk verder met onze kelder af te maken. En vergeet allemaal die like niet. En mensen om even aan te klikken. Daar help je mij enorm mee. Dan heb ik zoiets van. Nee, ze vinden het wel leuk. Elke aflevering hadden we zo over de 100 likes. Sommige 200 likes en alles. Dus het is fantastisch, mensen. Het doet veel meer. Het is goed. En het voelt goed. En het is chill om dit te doen. Dat jullie leuk vinden. Dat is awesome. Smile. Er waren ook nog een aantal tips achtergelaten. Over mijn spruceboer. Die ik dus hier heb geplant. Dat... Ik dat eigenlijk anders moet planten. Dus als ik er vier naast elkaar zet, dan groeit er echt een gigantic boom of zo. Dus... En dan uiteindelijk moeten we er een boomhut ook nog een keer gaan maken. Dus ik dacht zoiets van, nou ja, als ze vier naast elkaar kunnen groeien, dan gaan we dat natuurlijk proberen. Dus we moeten eventjes zorgen dat we vier saplings gaan krijgen. En ben ik natuurlijk erg benieuwd. Ik zet ze gewoon alle vier naast elkaar. Ik denk niet dat ze nu gaan groeien. Maar we zullen zien of ze gaan groeien. En als ze gaan groeien, of we dan echt zo'n hele grote boom krijgen, als wat mensen zeggen. Ik heb zo'n jungle tree effect, denk ik dan in mijn hoofd, weet je wel. Dat je zoiets hebt van... We gaan een grote boom maken. Dan heb ik echt zo'n grote jungle tree. Maar ik weet niet of dat hiermee wil. Volgens mij wel. Maar ik weet niet of het met elk houtsoort trouwens kan. Dat is eigenlijk wel even een vraagje. Want ik zie het eigenlijk alleen maar voor mij gebeuren af en toe met deze bomen. En eigenlijk nooit met een oak tree of een... Heet het eigenlijk een oak? Ja, toch? Ja. Nee, wacht. Nou, dat maakt het helemaal niet uit. Oké, we hebben in ieder geval nu vier van deze. Die zetten we gewoon lekker hier neer. Dan pakken we ondertussen nog even een saplin op die we gewoon... Gewoon hier random gaan plaatsen. Ik bedoel, extra saplings zijn altijd natuurlijk van harte welkom. Des te meer saplings we hebben, des te meer bomen we uiteindelijk kunnen neerzetten en farmen natuurlijk, wat vrij logisch is. Dus zo. Ik heb nog een tip achtergelaten over dat ik mijn shears ook kan enchanten ofzo. En dat ik dan zelfs van één schaap drie wolken krijg. En dat is helemaal veel. Maar goed, zover zijn we natuurlijk nog niet. We gaan vandaag eerst lekker verder met onze kelder. En ik zie dat we hier het nog niet helemaal goed hebben eerst. Dit is nu nog dirt, wellicht wordt het allemaal nog veranderd. Maar zo, dit ziet er al een stuk beter uit. Want ik ben ook verder buiten opnames, ga ik er ook niet meer verder. Ik wil het echt puur in de opnames doen, zodat iedereen gewoon kan zien waar we mee bezig zijn. Dat is natuurlijk wel zo leuk. Maar we hebben in ieder geval heel veel hout nodig nu, omdat we kisten moeten maken. En we hebben leer nodig, dus ik ben benieuwd of we leer hebben. Hier niet, heb ik hier leer in zitten. Ja, ik heb hier 13 leer, dan kunnen we 13 item frames maken. Is niet helemaal is niet echt veel, maar beter 13 dan niks natuurlijk. Heb ik nog hout? Ik zie hier van het witte hout. Ja, daar gaan we er gewoon voor gebruiken. We hebben toch sticks nodig. Dus dan lekker zo. En dan, hoppakee, sticks. Is een klein beetje veel, maar het kan. Oké, dan boom 8. Dan moeten we hier nog even 5 van maken. Kan dat? Nou, we houden eentje over. Nou, dat is op zich ook helemaal niet erg. Dan hebben we hier gewoon nog 1 letter over. Ik weet niet waarvoor, maar goed. We hebben nu 12 paintings. Heeft me veel sticks gekost, bedenk ik me nu achteraf. Maar goed. We hebben ook nog spruce wood. En dat gaan we ook gewoon gebruiken. Want ik zie ook geen gewoon wood. En het enige wood dat we nu hebben is dit. Dus daar gaan we hier gewoon lekker kisten van maken deels. En niet al het wood natuurlijk opmaken. Maar ik weet niet hoeveel we... Kijk, we hebben best veel dubbelkisten namelijk nodig. Nee, dit doe ik fout. Ik heb er... Nou, wacht eens even. Dit kan zo de helft ook nog wel van hout worden gemaakt. Want ik heb gewoon echt veel kisten nodig. 8. Dan worden dit er al 16. Dan worden dit er... 21. Minecraft was sneller dan ik met rekenen. Even kijken. Ik ga ze even plaatsen en dan ben ik even benieuwd hoe dat eruit gaat zien. 1, 2. Ik moet sowieso de muur allemaal nog aanpassen. Want mensen, maak je geen zorgen. Het blijft echt niet zo. Als je puur even voor onszelf. Dan krijg je weer even een vliegende kist. Nou, dat is ook altijd leuk. Dus een Harry Potter kist. Oh, hoppatee. Hier en hier. En hop. En hop. Kijk eens aan. Het ziet er al een stuk beter uit dan dat dirt, vind ik zelf al. Hop, hop. Die daar. Daar en daar. Kijk eens aan. We hebben gewoon één hele rij met kisten gedaan. En we hebben nog één kist over. En die kunnen we eigenlijk gewoon hier in het midden neerzetten. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. In het midden gaan we gewoon iets anders leuks maken. Maar goed, zo ziet het er eigenlijk in eerste instantie uit. Dus dat is op zich al best wel vet, laat wil ik zijn. Het ziet er best cool uit. Alleen wat ik me nu wel bedenk is dat dit witte hout is eigenlijk helemaal niet mooi.
is echt lelijk. Dus wat ik eigenlijk even moet gaan doen is, ik moet even deze signs, die ga ik even hier op plaatsen en dan ga ik even, oh, ik wil kijken, nee, dat kan dus niet. Wacht, ik ga het gewoon zo doen. Als ik nou eventjes dirt pak en dan zo en dan ga ik zo staan en dan, oké, dan kunnen we nu opslag plek overtypen, vissers plek, molen, paarden, oh, paardenstal. Plak hier eventjes geheime plek met redstone deur. Dat is sowieso al een beetje geheim natuurlijk, redstone. Een bioscoop moeten we ook nog een keer gaan maken. Een eetcafé. En we zetten daar stadsmuren. Nou, ik weet niet waarom we dat moeten maken, maar we maken gewoon een keer. Treinspoor. Oh, spoort. Wat? Treinspoort. Black Smith. Of nee, wacht, Smith. Hoe schrijf je dat? Zo. Zo. Smith. Zo. Zo schrijf je Blacksmith. Zo. En dan kunnen we het hier. Hier staat Black Smite. Dat is iets hier met in de rechtsachter. Ik dacht van, huh? Dan kunnen we dit weghalen. En dan gaat dat Coco City gaat ook weg. Dan pleuren we even hieronder even. Nee. Cocos City. Ik moet niet blind gaan typen, want dat wordt echt helemaal niks. Oké, Coco City. Is dit ook klaar? Dan pleuren we deze even. Oh, kom eens hier. We gaan deze even hierin. En dan kunnen we dit even gaan afbreken. Want laten we eerlijk zijn, het witte dat ziet er niet echt uit. Zeker niet voor een muur hier te maken. Damn, is alweer onze axe kapot. Dat gaat wel snel, want natuurlijk al ons iron. Uptee, we maken even een dubbele axe, want het gaat me nou gewoon te snel qua axe, wat we nu heet, het gewoon verliezen. En zo, zo. Oh, hop, 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 hop. Hop. Hey, yep. Oké, dubbele axe. Goed, dan kunnen we nu eindelijk eens eventjes wat gaan omhakken. Ik denk dat er ontsnapt een schaap, maar die schaap is helemaal niet van mij. Dat is een wild schaap. Die moeten we ooit nog een keer vangen, alleen gaan we niet doen. Want hij is natuurlijk vrij. We gaan dit meteen een beetje cool proberen te maken natuurlijk. Een beetje, dat we wel een beetje onze bouwskills kunnen laten zien natuurlijk. Dat zijn natuurlijk geen noobs. Maar daarom gaat dit wel eerst even weg. Dit ziet er echt niet uit. Het is gewoon echt oer en oer lelijk. Ik had verwacht dat het er vet uit zou gaan zien. Maar dit is echt lelijk zebrahout. Het is gewoon, Moet je gewoon meteen in de fik steken dit. Het is echt niet gebruiken mensen. In je eigen survival series niet gebruiken. Dus je ziet of we het later gewoon gaan gebruiken ergens. Maar goed, maakt helemaal niet uit. We gaan denk ik maar spruce voor gebruiken. Want dat is mooi donker hout. En dan. Even kijken. Doe het ook op. Ja, deze rij. Zo. En ga eens weg. Of ga goed staan bedoel ik. Nee. Wat? Zo. Oké, dan moeten we dat eigenlijk ook op deze hoek doen. Maar. Wacht even. Nee, die hoek hoeft eigenlijk niet, want dat zul je toch niet zien. Wat we dan gaan doen is, we gaan er even een patroon in maken, denk ik maar. Dat is denk ik wel. Nice. Gaat dit leuk worden? Ik weet het nog niet. Maar goed, daar zullen we komen vanzelf achter. Zo. En dan moet er. Wacht even hoor. Tik, tik, tik. Dan moet er eigenlijk. Oh, dan moet hier er weer één aan. Moet hier dicht. Dan moet. Zo. Oh nee, andersom. Dan moet het natuurlijk. Dat deur moet natuurlijk veranderd worden in een ander soort materiaal. Maar ik weet nog niet wat voor soort hout we ervoor gaan gebruiken. Maar dat leek me wel leuk. Gewoon om en om gewoon blokjes. Zo. Zo. Tik. Dik. Ja, 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 ja. Zo, zo. Daar. Dan daar. Die daar, die daar. Die daar. Zo, zo, zo. Oké, dan moeten we alleen zorgen dat hier komt dus de ingang. Zo. Wat we dan moeten zorgen is dat we dus al het open deurt wat ik nu weer weg ga scheppen. Wat echt heel logisch is wat ik dus net heb gedaan. Moeten we gaan vervangen met hout. Maar wat voor hout of wat voor soort steen moeten we dat gaan vervangen? Wat kleurt er mooi bij donker hout? Ik ga het gewoon even wat proberen. Want ja, dirt is sowieso niet mooi. Hoe is dit? Het heeft op zich wel wat. Het heeft op zich wel wat, maar ik denk dat als wij hier stone bricks voor gaan gebruiken, dat het nog mooier wordt. Maar goed, dit even ons tijdelijk hoe we het tijdelijk gaan doen. Denk ik maar. Want ik denk als je stone bricks. We gaan gewoon even snel wat stone omsmelten. Even kijken hoe het dan eruit gaat zien. Heb ik hier nog coin zitten? Ja. Dit even snel erin. En dan gaan wij ondertussen eventjes kijken hier. Oh, hier is wel weer een boom voor groeit. Die kleine bomen die groeien wel, maar die grote boom die groeit niet hoor.
Oh, de boom is kapot. Ik wil een andere. Nee, grapje. We wachten gewoon rustig af tot die boom is gegroeid natuurlijk. Wow. Oké. Okay. We hebben het over die boom en... Bam, hij is er. What the f... Oké, deze is wel echt enorm. Oké, jullie hadden gelijk. Er groeien inderdaad enorme bomen uit. What the heck. Wauw. Nou ja, we hebben in ieder geval een grote boom. Ik had niet verwacht dat deze aflevering nog zou gebeuren, maar... De boom had duidelijk andere ideeën. Zo van, hey, jij wil een grote boom, dan gaan we zorgen voor een grote boom. What the heck. De boomvee heeft ons gehoord. In plaats van Cosmo heeft de boomvee ons gehoord. Dit is echt... What the fuck. We zitten ook heel rustig gewoon zo'n boom te hakken. En ploep, er is een boom. Nou. We gaan snel slapen. Als het goed is, dan ook weer wat stone gesmolten. Kunnen we eventjes die smooth stone bricks ervan maken. Hoe het ook maar heet. En dan eens even zien hoe dat eruit ziet. En juist, kijk, er is... No! Man. Are you kidding me? Oh, fuck. Hier word ik echt niet blij van gewoon. Dit is gewoon echt heel erg fuck. Ja. Dit is echt heel klote dit. Echt, je ziet in één keer zo die creepers met zijn groene kop en dan in één keer... Boom, ons huis is kapot. Oh man, are you kidding me? Waarom moet mij dit echt overkomen? Ik zeg het zo vaak. Minecraft haat mij. En de haat wordt elke aflevering gewoon weer een stukje duidelijker gemaakt. Dit is toch niet gezond, mensen? Goed. Dan noem ik dit maar een explosief einde, denk ik dan maar. Wat gaan wij de volgende keer doen? Nou, weet je... Ik zorg in ieder geval dat de volgende keer dit gefixt is. Dat dit in ieder geval gerepareerd is. Dat we dit hier gewoon weer verder kunnen. Want dit gaat echt nergens over. Heb je nou zoiets van... Cosmo, ik weet een veel mooier effect bij Sprucewood. Laat me dat weten. Dat kan nog steeds. Want ik ga dus niet hier nu mee verder. Ik smelt wel gewoon steen ondertussen. Heb je zoiets van... Dit is veel mooier. Laat gewoon weten in de reacties. En wellicht gebruik ik dat er wel. Want ik denk zelf dat je dit hier smoothstone bij gaat gebruiken. Bij dit donker. Dat het heel mooi gaat worden. Dan uiteindelijk moeten we hier nog iets bedenken met die berg. Iets cools. Maar dat komt vast wel goed. Heb je er nou zin in, mensen? Vergeet niet om die like achter te laten. Vergeet niet op abonneren te klikken. Hashtag Creeper, want die heeft natuurlijk ons huis kapot gemaakt. Vergeet ook niet de andere afleveringen te vergeten te kijken. Als je links onderin kijkt, dan kan je naar de vorige aflevering. En rechts onderin naar de volgende. Alleen die van morgen moet dus nog gemaakt worden. Maar goed, die zie je dan een dag later. Kan je daar ook op klikken. Ik hoop dat je het leuk vond. Zo ja, vergeet niet om een like achter te laten. Vergeet niet op abonneren te klikken, deze video of te delen. En dan zie ik jullie vanavond weer met een Hunger Games, mensen. Later.